Airborne is een bedrijf wat zich specialiseert in het ontwerp, productie en onderhouden van composietconstructies. Hier specifiek op deze locatie onderhouden wij met name rotorbladen van helikopters. Op sommige bladen zijn we uniek in Europa. Naast de fabrikant zijn wij de enige die dat mogen doen. En dat doen we op de luchtmachtbasis in Utrecht. Composiet is vezelversterkte kunststof. Dus het bestaat uit vezels en tussen die vezels zit hars. Composiet is eigenlijk een woord wat een soort samenstelling is van materialen. Want in het algemeen in de luchtvaart zie je dat steeds meer composiet toegepast wordt. In het verleden was dat met name aluminium. De meest recente en de nieuwste helikopter, de NH90, die bestaat voor een heel belangrijk deel uit kunststof. En dat vraagt dus een heel andere manier van onderhouden. Dit is een rotorblad wat binnengekomen is, wat hersteld moet worden. Hier zit wat schade op. Dit is een voorbeeld van schades die vrij typisch zijn voor bladen. En je ziet ook hier puntjes waar de verf eraf is. Je ziet ook hier dat er door erosie slijt de voorlijst van het blad vaak. Ja, de JSF is voor een belangrijk deel ook opgebouwd uit kunststof en composiet. En dat is ook een kans voor ons als bedrijf. De innovaties zitten met name in delen van het onderhoudsproces. Het inspecteren gebeurt nu heel handmatig. Als bladen binnenkomen weet je aan de buitenkant vaak niet wat de schade is. Dat kan er misschien van buitenkant mooi uitzien. Maar alleen als je erop klopt hoor je soms een lichter of een zwaarder geluid. En dan weet je of de lagen nog gehecht zijn of niet. Wij hebben een ander tool, en dat noemen ze de woodpecker, dus de specht. En die automatisch klopt en door middel van lampjes kan je dan ook zien of er ergens een mogelijke schade zit of niet. Als bladen binnenkomen en er moet aan gerepareerd worden, dan moet de verf verwijderd worden. Dat is heel vaak ongezond. Daar zijn we bezig om dat te automatiseren. En helemaal aan het einde van het proces moet ieder blad ook gebalanceerd worden, net als de banden van je auto. Dat gebeurt nu op een speciale bank. Daarna wordt een deel van het proces nog gedaan op de helikopter zelf. En met name die hoeveelheid vluchten die je daarvoor nodig hebt, die proberen we terug te brengen door het dynamisch gedrag van de helikopter te simuleren in de software. In het verleden deed de Defensie heel veel van het onderhoud zelf, zo niet alles. Maar er is al jaren een proces gaande waarbij er gekeken wordt wat is eigenlijk de kernactiviteit van in dit geval de luchtmacht. En hoe kunnen we slim samenwerken. Dus de innovatie zit, hoe breng je die culturen samen? Hoe zorg je voor de win-win naar twee kanten toe en dat je er beide wat aan hebt?